Ik moet zeggen dat nadat wij door de maritieme autoriteit Suriname op de hoogte zijn gebracht dat er een uilspil geïdentificeerd is in de Suriname rivier, zijn wij vanuit NCCR samen met de diverse andere autoriteiten direct gaan kijken naar de uilspil zelf. En inderdaad kwamen wij een grote spil tegen. En we zijn toen direct begonnen om te kijken naar de mogelijkheden van ten eerste het identificeren van waar precies de oilspil was en waar hij eventueel uit is ontstaan. Verder hebben wij tegelijkertijd ook gekeken naar waar die spil precies aan land is gekomen en welke waar de spil aan is blijven plakken. Dus dat is dat zijn de acties geweest. Verder hebben wij geprobeerd om de diverse instituten die een verantwoordelijkheid hebben bij soortgelijke gevallen, om die op de hoogte te stellen. En tegelijkertijd hebben we gekeken naar samen met die instituten naar mogelijke veroorzakers dan wel wat precies de oorzaak is geweest van die oilspill. Het is daarom van belang dat wij dus nu in elk geval de communicatie die wij reeds zijn gestart met onder andere de bevolking, dat wij dus nu ook een deel van de communicatie doorspelen aan de mensen en hun aangeven wat tot nu toe de resultaten zijn geweest van de onderzoeken die wij hebben ingesteld en wat de volgende stappen zullen zijn. Nou, op de diverse plekken hebben wij oil samples laten nemen uit het water. En er zijn een aantal instituten die dat hebben gedaan. NCCR heeft dat gedaan, de Maritieme Autoriteit heeft dat gedaan. En ook de mensen van Staatsolie zelf, die hebben dat ook gedaan. Dus we hebben dan geprobeerd om via DIMOS en via de Staatsolie de oil samples te sturen naar een laboratorium die dus ondertussen de samples heeft geanalyseerd en de resultaten met ons heeft gedeeld en in elk geval naar ons heeft doorgestuurd. Ik moet wel zeggen dat op dit moment de resultaten van alle samples die wij hebben gestuurd inderdaad binnen zijn en dat wij in samenspraak met de maritieme autoriteit en in samenspraak met de overige en in samenspraak met onder andere NIMOS dat wij de samples, de resultaten van de samples zullen overhandigen aan het Openbaar Ministerie waarmee er ondertussen reeds contact is gemaakt. Verder hebben wij, nadat wij hebben gezien hoeveel olie in het water is, hebben wij geprobeerd om ervoor te zorgen dat dat deel van de olie die in het water is, om die zo goed als mogelijk op te ruimen. En daar hebben wij een bedrijf voor in de hand genomen. Dat bedrijf is het bedrijf Yankee en Zonen. En dat bedrijf die is dus op pad geweest om te kijken naar het opruimen van het water, de olie die in het water lag. En wij hebben dus in elk geval alle maatregelen proberen te treffen om ervoor te zorgen dat de olie die drijvende was of in het water lag, om die op te ruimen. Dat is er op dit moment voor gekozen, omdat dat de eerste aanleg de olievlek veel minder hard zou maken. En wat wij dus daarnaast ook nog hebben gedaan, is dat wij ervoor hebben gezorgd dat de aanslag, dus de plak waar die olie is gaan plakken, het zij of op de, ja, op de oever of op andere meubilair, dus meubilair die in het water zijn. En dan gaat het in deze om de posten van aanmeerfaciliteiten of de aanmeerposten. Nou, die zijn inderdaad geïdentificeerd dat ze ook
vervuild zijn door die olie. En daar gaat een opruimingstraject voor starten. En wij gaan dus dat doen met deskundigen. En wij gaan ervoor zorgen dat dus die olie helemaal wordt opgeruimd. Verder hebben we gekeken naar de mogelijke impact, behalve op de kust. Ook als er zaken als vogels, et cetera, eventueel getroffen zijn geworden. Maar daar hebben wij geen rapportages over gehad. En we hebben dus inderdaad ook laten controleren als dat inderdaad een van de gevallen zou zijn. Maar wij hebben dus daarover geen negatieve rapportage gekregen. Wat ons op dit moment te doen staat, is dus dat wij gezamenlijk met de overige actoren, waarmee wij een aantal keren, en ik dacht dat het 3 keren was, hebben vergaderd. Ook de mensen die dus belanghebbenden zijn, die hebben wij geïnformeerd middels deze samenkomsten, meetingen. En wat wij dus nu gaan doen is de zaak volledig overdragen aan het ministerie, het Openbaar Ministerie, en hun vragen om dus conform de regelgeving, dat zij dus de werkzaamheden van ons overnemen en dan de zaak verder afhandelen. En ik denk dat wij dus op dit moment daarmee zullen moeten volstaan om het Openbaar Ministerie de gelegenheid te geven hun werk op een correcte wijze te kunnen uitvoeren. Dat is de informatie die ik op dit moment zou willen delen met de samenleving. En ik denk dat wij dus verder, als er verder de noodzaak is, dat wij dus inderdaad wel weer bereid zijn om dus verdere updates te geven. Dank u wel.